Yo, kijkers van Ties Games, leuk dat jullie kijken naar die nieuwe aflevering van Mission YouTube. Ik ben hier vandaag met Gio en Alex. Hallo. Hallo. In ieder geval, wij zitten hier dus in Mission YouTube. Laat lekker een like achter voor meer Mission YouTube. En dat motiveert ons super erg om gewoon lekker door te gaan met de serie. En hier staat de Gio voor de win. Een nieuw geïnvite mannetje vanuit de stream van mij of jou, Gio? Jou. Nou ja, in ieder geval, daar hangt nog een zwevend boompje. Daar heb ik echt een scheidhekel aan. In ieder geval, we zijn hier lekker met shaders en er is fucking veel bijgebouwd. En het eerste wat ik jullie vandaag wil laten zien, is bij het huis van Alex. Want Alex heeft dus een nieuwe feature aan zijn huis. Voor de mensen die de stream niet hadden gezien, er zijn heel veel dingen bijgebouwd sinds de vorige aflevering. Alex, heb jij een minecart voor mij? Yep. Mooi. Alsjeblieft. Dank u. Even kijken, zo. Oké, dan gaan we hem gewoon uittesten. Let's do this. Je moet er eigenlijk wel nog powered rails in doen, zodat je nog een beetje sneller gaat. Is wel handig. Yeah. Want nou gaan we een beetje slow. Valt een beetje tegen, Alex. Wat is dit? Ik had niet genoeg iron. In ieder geval, ja, je had niet genoeg iron. Ik zie je. Want dit is echt een hele tegenvallende achtbaan. In ieder geval, daar wordt ook dus aan gewerkt met allemaal kleurtjes en shit. En Alex gaat er nog een heel mooi paradijsje van maken. Hè? Nee, dat wou hij niet. Maar nou is hij wel verplicht. Toch, Alex? Oh, oké. Okay. En ja, er is dus heel veel bijgebouwd. Hier in de lucht zien jullie ook even wachten. Ja, doe maar door. Wat? Huh? Wat zei die nou? I don't know. Oké, what the fuck. In ieder geval, hier in de lucht zien jullie dus GXL en TG zien jullie hier hangen. Met de shader zonder zo doorheen. Ik vind het fucking nice. In Netherbrick. En GXL staat voor Gameplot XL en TG staat voor Tease Games. En we hebben dus al Netherbrick. Daar via Netherportal hebben we dus echt al gewoon Netherbrick gevonden. Ik vind het echt super. Of ja, kom je uit in een Netherfortress. En dat is echt zeer zeldzaam. En hier hebben we Gio. Hi. Gio, laat jouw huis eens zien. Want jij hebt ook aardig veel bijgebouwd. Nou, volg me maar. Goed. Ja, zoals we zien, hier was eerst nog in de vorige aflevering nog een heel bos. Maar nu is hier echt gewoon helemaal allemaal huisjes en zo. Kijk, Gio die heeft hier echt al een heel... Een farm. Die, of hadden we dit al laten zien in de vorige aflevering? Ik weet niet meer. Nee, volgens mij... Oh, volgens mij niet. In ieder geval, Gio die heeft hier dus een beetje een steigertje zo. Dit is de nieuwe Maas, volgens mij. En ja. Hier zien jullie dus kleine farm die Gio heeft. En verder is zijn huis zelf is niet zo heel veel veranderd. Maar wel heeft hij hier nou... Ik ga eventjes eten. Heeft hij hier nou de hele tunnel. Die heeft hij met mij een beetje afgemaakt. Ik heb hier het laatste deel gedaan. En ja, hij moest natuurlijk weer niet symmetrisch uitkomen. Hè? Want nee, het moest allemaal weer uitkomen. Ja, ik dacht dat onze huizen gewoon op dezelfde hoogte zaten. Maar dat is nou, het dus niet. Schijnbaar niet, nee. In ieder geval, ja, maakt in principe niet zo heel veel uit. Ik heb er wel wat leuks mee gedaan. Ik zal het wel eventjes laten zien. Ik heb het gewoon een beetje zo met stairs een beetje opgelost. Je ziet het niet echt. Dus ik heb hier de furnaces, hier heb ik een beetje de chest gedaan. Verder zijn er nog wel belangrijke dingen die er nog veranderd zijn. Nee. Oh ja, hierboven. Mijn huis heeft nou echt al een tweede verdieping. En hiervoor echt ik weet nog niet wat ik hier moet gaan maken. Laat het lekker achter in de comments. En laat ook eventjes gelijk een YouTuber achter in de comments die jullie de volgende keer willen zien. Dus heb ik hier de enchanting table heb ik van Alex genakt. En ja, dan heb je hier mijn bovenste verdieping en dan kan je hier gewoon wel lekker uitkomen. Verder, wat is dit dan, joh? Wat is, what the fuck? Dit is, hey, Tease Games en Gable XL. Ja, mensen, even voor de duidelijkheid. Dit is Mission YouTube, dit is niet Mission Fans of zo. Kijk, we vinden het heel leuk dat kijkers hierin zitten en dat kijkers dit soort teksten en zo maken. Maar dat is niet waarvoor je op de server zit. Dit is meer een, ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Maar liever niet zo'n dingen, weet je. Gewoon lekker je huisje maken, lekker gewoon survival met iedereen. En what the fuck doet hij? What the fuck? Wat? Ja, hij zit hier raar rond te draaien. Wie? En ik weet niet, die Gio for the win. Maar ik weet niet waar Alex is, what the fuck? Ik weet het ook niet. Hier hebben we de heilige boom. En hier is iemand begonnen aan zijn huis. En sindsdien heb ik hem nooit meer gezien op de server. Hartstikke leuk. Ja, een inactieve link dus. Maar hier heb je dus de heilige boom. Dit is zo'n, hoe heet zo'n ding? Een dark oak volgens mij. Een dark oak boom. En ja, hi Alex. Die zit hier dus in de... In Brabant kan je die vinden, deels. En ja, in Brabant. En ja? Verder... Ja, in Brabant hebben we die. Verder, okay. Hier zit een random luikje. Dus laten we dan maar ingaan. Geen idee waar dit... Oké, okay, what the fuck, Alex. Lekker voorbereid. Oh, hier is... What the fuck? Gewoon een heel gangenstelsel. Oh, en dan kom je hier in het huis van Minecreeper, volgens mij.
Waar? Heeft hij een gangenstelsel gemaakt? Ja, hij heeft een klein gangenstelseltje gemaakt. Ik vind het best wel nice. Wat heeft hij eigenlijk al allemaal? Oké, hij heeft nog niet zo heel veel, denk ik. Oh, hij heeft wel al heel veel. Hier hebben we verder het huisje van Coral, als het goed is. Van Coral heb ik dus ook de Diamond Armor en Diamond Gear gekregen. Ik ben hem daar echt dankbaar voor. Hier hebben we dus het huisje van Coral. En Coral heeft echt een kippenfarm, dat wil je niet weten. Dus mocht jij nou in de server zitten... Holy shit, zijn het er zoveel? Ja jongen, ik heb ze lekker laten batsen hier. Tussen Teamspeak viel random uit, geen idee waarom en wat de fuck er gebeurde. In ieder geval, dit is dus de kippenfarm van Coral. Die heeft hij gewoon lekker in zijn eigen dinges gedaan. Dit moet hij eigenlijk bovengronds doen. Dus Coral, maak je kippenfarm bovengronds. En dan gaan we nu gewoon het spannende moment doen. Gaan we gewoon kipjes laten vallen. Ja, en kijk, daar komen de eerste al hoor. Daar komen de eerste mensen. Oh shit, ik klik gewoon random dingen. Oké, daar waren de eieren al. Het viel een beetje Oh, ik heb nog meer eieren. Nice, oké. En dan hebben we verder nog seeds. Dus dan kunnen we even geil worden van de kippen. Want Gio die werd heel geil van in zijn opnames. True. Kijk hier, daar gaan ze. Yolo. Oh my god. Oh my god. Live kippenseks, mensen. Holy shit. Oké, ik doe al die kippen omhoog, joh. Damn it. Hoe doen kippen dat eigenlijk? Ja, hoe kunnen kippen klimmen? What the fuck is dit? Hier, weg jullie. Oh, neuken kippen. Ja, Oké, laten we het allemaal niet over gaan hebben in een video. Nee, laat maar. Ik wou net zeggen dat ik daar in een video van had gezien, maar... wat? Ja, dat Gio ooit doorgestuurd op WhatsApp. Oké, laten we maar gauw doorgaan. In ieder geval, dat was dus het huis van Coral. En ik vind het best wel chill geworden. En dan hebben we hier het huis van Minecreeper en hier het huis van Just Joost. En hier is nog iemand uit die we geïnvite hebben. Dit is van gewoon NS. En die heeft hier ook al aardig wat. Oh, dit is nog een beetje donker. Volgens mij is hij een beetje bezig aan zijn keldertje of zo. Maar zoals je ziet, hij heeft ook al aardig wat. En volgens mij... Oh, dit is volgens mij van de nieuweling. Oh, dit is van de Geo for the Win. Oké, nice. Even kijken hoor. Oh, yo. Je ziet hier echt die zon door. Wat? Oké, dit is echt een heel chill shot met shaders. Je ziet echt die zonnestralen zo door dat raam komen. Echt fucking chill. Zijn jullie tong verloren of zo? Wie? Jullie? Nee, wij luisteren naar jouw verhaal. Ja. What the fuck, Alex? Ik heb je nog nooit zo stil gezien. In ieder geval, verder hebben we daar nog het huis van Noah. Maar dat hadden jullie natuurlijk al gezien in de vorige aflevering. En dan wil ik nog even twee huizen laten zien. En Alex is dood. GG. Wauw. Oh, ik pleur random vlees. Even oppakken. Aan de andere kant, achter Alex en Berg, zijn ook nog twee huizen. Dat zal ik even laten zien. Eigenlijk moeten we een beetje zo'n tunnel door jouw berg maken, Alex. Want nou moet je er helemaal omheen. Dat is best wel irritant. Uh-huh. In ieder geval, hier zien jullie de huizen van Brian Doet. En nou ben ik zijn naam even vergeten. Temporor Ha of zoiets, weet ik veel. Tempero Ha, ja. Ja, die hadden wij geïnvite in de stream. Maar verder laat ik dit ook maar even weghalen bij Alex. Want volgens mij is dit een random boom die je niet hoort. What the fuck? Oh, die twee birds dingen. Oh, dat had ik geplaatst. What the fuck? Nou zit ik in de grond. nou, dan vul ik het ook lekker weer op met birds, weet je. YOLO. In ieder geval, mensen. Ben ik wat vergeten om te laten zien? Nee. Volgens mij niet, nee. Hebben we nog wat toe te voegen? Ben ik iets vergeten te zeggen? Iets belangrijks over de serie? Nee. Dat weet Gio meestal beter als ik, want hij heeft altijd fucking veel te vertellen in zijn opnames. Ja, oh, wacht, en dit keer what niet. The fuck? Kijk, Noah is echt heel ver. Hij heeft echt helemaal bloemetjes en zo. Lijkt echt op een Chinees huis. Ik vind het wel chill. Even kijken, dan heeft hij hier zijn farmpje zo. Oké, nice. Noah is goed bezig. Oké, dan kan je hier zo zijn farmpje zien. In ieder geval, mensen, het wordt nou langzaam maar zeker wel tot weer nacht. En in de zonsondergang gaan we lekker naast elkaar staan. Kom dan lekker bij, jongens, achter Noah's huis. Oh, ik kom eraan. Ik wacht wel. Ik ben niet zo snel hoor, want mijn eten is wel op. Oh, lol. Ja, in ieder geval, we zoeken echt nog iemand die gewoon een mega farm kan maken. We zijn ermee bezig zelf, maar het is gewoon echt een kutwerk om zo'n farm te maken. En daar hebben we de andere Gio. Maar de echte Gio, of de echte Gio. De andere Gio, die ik weet niet waar die is. Achterthuis. Oh, ik had kijk, daar is hij. Oké, de zon gaat onder bij dit prachtige einde van Mission YouTube aflevering. Ik heb een half hartje.
Oh! Mensen, bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Mission YouTube. Laat lekker een like achter. Abonneer eventjes op Game Below Excel en That Game Motherfucking World. Yeah. En dan zie ik jullie de volgende keer in een nieuwe aflevering van Mission YouTube. Later. Later.